Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki benadrukt de rol bedrijfsleven in economische vooruitgang. Uitgaansverbod tot nadere orde verruimd naar 11 uur. Regering en vakbeweging willen samen verder op pad van dialoog. Ministerie van Onderwijs wil grotere achterstand onderwijsgebeuren voorkomen. En ruim 280 verzoeken voor COVID-uitvaartkosten afgehandeld in 2021. Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de economische vooruitgang. Zo benadrukte president Chandrika Prasad Santokki op zaterdag 22 januari tijdens een nieuwjaarsdiner met organisaties van het bedrijfsleven. Het staatshoofd noemde het bedrijfsleven een belangrijke pilaar van ontwikkeling. Wij hebben een tijdlijn. Wij hebben een plan. En dat voeren we planmatig uit. Op basis van de inventarisatie die we gemaakt hebben voor ons aantreden als regering. En de inventarisatie die geactualiseerd is geworden op basis van de echte situatie. Met name binnen onze financiële sector, binnen onze economie. En dat weten we inmiddels ook al. Het was niet zo vrij. Maar dat hadden wij min of meer al ingeschat. Alleen dat het zo complex was en zo gecompliceerd was. En dat de schuldpositie van ons ruim 160% van onze BBP zou zijn. We hebben voor die uitdaging gestaan. We hebben goed overleg gehad met onze partners. Met u ook, voor de verkiezing, voor de formatie van de regering, maar ook daarna. Omdat wij één ding zeker wisten. De regering alleen zal dit probleem niet kunnen oplossen. De nationale overheid zal dit probleem niet kunnen oplossen. Dit probleem zou je moeten oplossen op basis van sterk partnerschap, sterke samenwerking nationaal. Maar gelet op het karakter van de schuld, moest je ook sterk internationaal gaan samenwerken. Vandaag hebben we de nieuwjaarsdiner gehad. De president van de Republiek Suriname nodigt alle sociale partners uit voor een nieuwjaarsdiner. We zijn anderhalf jaar bezig nu. En wat is gebleken is dat in anderhalf jaar de sociale partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging, nadrukkelijk hebben begrepen hun verantwoordelijkheid. Maar dat ze ook heel positief hebben meegewerkt. Niet iedereen misschien, maar het grootste deel wel. En de president vond het toch wel prettig om ze allemaal te bedanken. En middels een diner, maar ook ze weer aan te sporen op diezelfde manier door te gaan in die samenwerking naar een beter Suriname. Dat is wat is gebeurd vandaag. Gisteren hadden we de vakbeweging. Eerder hebben we met de internationale partners een diner gehad. Allemaal belangrijke spelers op weg naar een beter Suriname. Want die gezondmaking, dat gaat niet natuurlijk zonder slag of stoot. We hebben veel werk te verzetten en je hebt iedereen daarvoor nodig. Wat we nadrukkelijk voorop stellen, en dat is de rode draad door alles heen, is het feit dat wij leven in één land. Die grenzen zijn er, die ruimte is er. We leven in een land waar wij allemaal Surinamers zijn. Ongeacht onze visie, politiek, maatschappelijk, wat dan ook. Wij leven met elkaar en wij moeten ook met elkaar samenwerken. En dat is de rode draad, samenwerken in goed vertrouwen dat het beter komt als we samenwerken. Een goede boodschap. Ik vond het belangrijkste in deze boodschap dat hij het bedrijfsleven heeft getypeerd als een van de pilaren van ontwikkeling. En dat hij dus het bedrijfsleven
altijd zal meenemen in de ontwikkeling. En heeft opgeroepen dat het bedrijfsleven het liefst hem hiermee helpt. En we zijn daartoe bereid. Het is ook getoond. En ik ben heel blij met de opmerking van de president om aan te geven van luister. Jullie zijn een niet weg te denken factor in de ontwikkeling. Er is heel veel kennis en kapitaal bij het bedrijfsleven. Ik gaf grappenderwijs aan meer dan bij de Centrale Bank. Dat was heel mooi om te horen. Maar we zijn gereed om hem daarin te ondersteunen in de ontwikkeling. Ik vond het een heel goede speech. Heel eerlijk, heel open. En hij heeft gezegd wat op zijn hart ligt. En dat is wel belangrijk om dat te horen. Hè? Dat hij erachter staat. En hij heeft ons bijna individueel opgeroepen van jongens, kom me helpen dat ding te doen. En dat was goed, heel goed. Het uitgaansverbod inzake de COVID-19 maatregelen is ingaande zaterdag 22 januari tot nader orde verruimd naar 11 uur 's avonds, durende tot 5 uur in de morgen. Dit is een van de besluiten in de meest recente maatregelen die de regering op advies van de bevoegde COVID-19 autoriteiten heeft genomen. Verder zijn vanaf 22 januari commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer toegestaan. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 5 uur tot 10 uur in de avond. Houdt u er rekening mee dat naast deze aangepaste maatregelen de algemene voorschriften van kracht blijven? Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van openbare ruimten. Neemt u de 1,5 meter fysieke afstand altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Verder wordt het nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. De regering en de vakbeweging willen samen verder op pad van dialoog. Tijdens een nieuwjaarsdiner op vrijdag 21 januari heeft president Chandrika Prasad Santokhi de vakbeweging bedankt voor haar ondersteuning. Die ondersteuning heeft onder meer geleid tot het tripartiet akkoord. Het staatshoofd riep op het pad van dialoog en communicatie voort te zetten. In het afgelopen jaar de sociale partners, in dit geval de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven, wel dicht bij elkaar zijn geweest. En dat er daarvoor overlegmomenten zijn geweest met een collectie van ministers. Minister Achaiber Singh en ik hebben met u verschillende malen gesproken. Het heeft uitgemond in een agenda. Een agenda dat nog niet helemaal is afgerond, dat weten we. Maar de uitstaande zaken staan op agenda. En we hebben een traject daarvoor uitgezet. We hebben daarnaast een groot deel van die agenda via het tripartiet overlegorgaan kunnen beoordelen, bespreken, analyseren met uw bijdrage, met die van het bedrijfsleven en de regering en de overheid. Is er een sociaal akkoord, een tripartiet akkoord daaruit voortgekomen. En ik denk dat dat op zichzelf een historisch moment is. Dus ik wil u allen feliciteren en bedanken voor die samenwerking over het afgelopen jaar. Wij hopen uiteraard op een voortzetting daarvan en wij staan open, maar zal de president zo meteen aan u voorhouden voor verder overleg. De woorden die wij van de vakbeweging meegeven, dat zijn twee woorden: vertrouwen en integriteit. Integriteit is duidelijk. Wat wij toezeggen, dat moeten wij doen. En wat wij doen, dat zijn de dingen die we hebben toegezegd. En vertrouwen zal maken dus dat de vakbeweging intensiever gaat deelnemen aan de processen van economische vooruitgang. Ik dank u en ik wens u allemaal hier namens de vakbeweging in Suriname in de eerste plaats gezond en in de tweede plaats goed 2020 toe. Dank u. We hebben gemeend om
heel vroeg in het jaar overlegmomenten in te zetten. Om het jaar zo goed mogelijk in te leiden. Met goede besprekingen, met goede afspraken. Maar ook met een stukje waardering. En dat hebben we gedaan de afgelopen periode met onze medewerkers. Werkzaam op met name het ministerie van Financiën. De belangrijke instituten. Omdat zij uiteindelijk de lead gaan nemen. Dit jaar bij de uitvoering van ons herstelprogramma. Maar ook nog ons IMF-programma. Natuurlijk gaan we nog naar de andere ministeries. Maar we houden rekening met COVID. Alle plannen zijn gecanceld. Van het afleggen van bezoeken naar de verschillende ministeries. Ook naar je eigen kabinet personeel. Maar het is ons vandaag gelukt, ook met een achtneming van de COVID-regels, om met de vakbonden, de vakbondsleiders, te zitten om het jaar in te leiden. Met datgene wat achter minister Buitenlandse Zaken ging knallen, aangeschoven krijg. En de bedoeling is dat ik een toast uitbreng. Op jullie als vakbondsleiders, vakbondsorganisatie, alle medewerkers. Maar in het bijzonder naar alle arbeiders die jullie vertegenwoordigen. Dat het een beter jaar mag zijn. Een jaar waar de arbeidende klasse en met name ook het totale volk voor datgene wat ze als offers hebben gebracht, terug mogen krijgen. En dat ze daarmee meer motivatie kunnen krijgen, koopkracht kunnen krijgen, de situatie thuis beter zal zijn, gemotiveerder worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons geliefde Suriname. Cheers, op jullie gezondheid. Cheers. God bless you all. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil een grotere achterstand in het onderwijsgebeuren voorkomen. Dat is een van de redenen waarom ook besloten is de scholen open te stellen. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukte tijdens de meest recente parlementsvergadering ook de positieve reacties van onderwijsbonden en leerkrachten. Het was verrassend dat de leerkrachten het eerste wat zij tegen me zeiden is: wij willen niet nog meer achterstanden oplopen. Want dat gaat ons opbreken. We hebben een enorme achterstand van het vorig jaar. En dat is meer dan een kwartaal. En nu lopen we alweer een beetje achter. En de twijfels in januari, die we afgelopen week hebben meegemaakt, heeft de achterstand een beetje meer vergroot. Dus ook dit jaar, 2022, zitten we met achterstanden die we moeten inhalen. En elke dag die we missen, tellen we op bij het aantal verloren schooldagen van het vorig jaar. Op basis van de positieve reactie van de bonden heb ik toen besloten om de scholen open te houden. Dat was bovenop de toestemming die ik al had van het ministerie van Volksgezondheid. De schoolleiders hebben een enorme verantwoordelijkheid. Omdat alles dat fout gaat op hun school, daar worden zij op aangesproken. Maar ik moet zeggen dat we zeer tevreden zijn over de verantwoordelijkheid die ze op zich hebben genomen. En de rapportages die ik heb op dit moment, dat is vanaf dag 1 in januari, is dat tussen de 80% en 85% van de leerkrachten de school bezocht heeft. En het aantal kinderen was maar 50%, tussen de 47% en 50%.
Dat was de eerste schooldag. Dus de leerkrachten zijn wel opgekomen. De ouders begonnen te twijfelen, omdat er zoveel twijfels waren in die samenleving. Dus een deel van de ouders, ongeveer de helft, had zijn kinderen thuis gehouden. Na het weekend, toen de bonden positief hadden gereageerd, is het aantal leerlingen opgekomen. Dat was ongeveer, zeg maar, tussen de 70 en 80%. Het percentage is niet voldoende, maar 80%, 70 tot 80% in de stad en veel minder in de verre districten en het binnenland. Van juli tot december 2021 zijn er 284 verzoeken voor COVID-19-uitvaartkosten afgehandeld. Zo deelde minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het parlement mede op donderdag 13 januari 2022. Het hoogste aantal verzoeken voor uitkering was in de maanden augustus, september en december. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is per 1 juni 2021 begonnen met de uitkeringen van uitvaartkosten. Voor het in aanmerking komen van de COVID-uitvaartkosten is er een procedure van aanvraag in welke ik wil aangeven dat wij een bepaalde stijging hebben gezien dat er in de eerste maanden binnen juni richting juli vanwege misschien, let wel, misschien het gebrek aan informatie naar de samenleving toe, het wel is aangepakt en het versoepeld is geworden ook vanuit de regering, vanuit de clusterteam, dat er voorstellen uit zijn gerold waarbij de verschillende uitkeringen niet alleen nu mogelijk is rechtstreeks naar de uitvaartdiensten, maar dat de aanvrager, zo'n familielid, dan de aanvraag kan indienen en met alle bewijzen dan de overmaking gedaan kan worden naar de persoon. Ik kan uw geachte college mededelen dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting tot nu toe, als we kijken vanaf de eerste afhandelingen binnen begin juli richting eind december, hebben we alvast voor het jaar 2021 284 COVID-uitkeringen dan afgehandeld, waarbij ik nadruk leg dat een van de hoogste maanden van de verzoeken tussen augustus, september en december waren. Bij de indiening van de stukken kan het zijn dat er enkele stukken ontbreken, want belangrijk bij het indienen is natuurlijk een verklaring dat de persoon door COVID is komen overlijden, maar de afdeling van het ministerie probeert zoveel als mogelijk, alhoewel zelfs nu binnen de verschillende apparaten er toch wel besmettingen zijn en dat er verschillende locaties ontsmet moeten worden, dat de afdelingen niet alleen op het ministerie van SOSAVO, maar zo bij de andere draaiende proberen te blijven om ervoor te zorgen dat we de samenleving tegemoet komen. Dus voor degenen die in januari nog de aanvraag hebben gedaan, voor degenen die nog geen telefoon hebben ontvangen, daar is het ministerie wel bewust van en wordt er contact met u gemaakt. Maar nogmaals, geachte college, beste voorzitter, is er voor 2021 vanaf de eerste afhandelingen juli richting december 284 gevallen al afgehandeld. Het ministerie werkt natuurlijk met man en macht om te kijken naar de verschillende situaties, zoals mijn collega's eerder hebben gepresenteerd of althans hebben mogen mededelen. Zijn de verschillende cases anders? De samenleving beweegt ook anders. En we proberen natuurlijk ook te kijken van wat wij allemaal nog meer zouden kunnen betekenen, apart van het versoepelen, maar zo ook richting de verschillende manieren dat we de samenleving tegemoet kunnen komen. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.